Welkom bij de Straatkunstprijs in een spannende aflevering, want nu zal worden bekendgemaakt welke van alle genomineerde kunstwerken zijn uitgekozen door de jury tot de 8 finalisten. En dan is het aan jullie om te gaan stemmen op straatkunstprijs.nl, dat kan tot 17 oktober, want wie gaat uiteindelijk die Brabantse Straatkunstprijs 2011 winnen? Maar eerst hoor ik de nominatie van theatermaker, televisiemaker, regisseur, presentator Pieter Bouwman, onder andere bekend van het kunstprogramma RAM. En hij neemt me mee naar zijn favoriete kunstwerk en dat is in het prachtige Brabantse landschap. Dit is de Brabantse Straatkunstprijs. 8 weken aandacht voor bijzondere kunst in Brabant. 8 weken om te laten weten wat jij van kunst op straat vindt en mee te bepalen welk kunstwerk de Straatkunstprijs wint. De openbare ruimte is ook jouw ruimte, maar deskundigen bepalen meestal wat voor kunst daar moet staan. In de Straatkunstprijs bepaal jij op welke straatkunst Brabant trots is. Het werkt heel eenvoudig. Brabanders nomineren hun favoriete kunst op straat. En het kunstwerk met de meeste stemmen wint eind oktober de Brabantse Straatkunstprijs. Je kunt alles volgen op Omroep Brabant, in de kranten en op straatkunstprijs.nl. Ja, Pieter Bouwman. Ja. Jou, ik ken jou nog van de tijd van De Mannen van de Radio. Ja. Maar ja, daarna heb je, dat deed je met Hans Theewie, heb je hem geregisseerd. Je hebt heel veel geregisseerd eigenlijk. Ja. Brabanders kennen jou wellicht van Radio Bergijk. Ja, dat mag ik hopen. Dat mag ik hopen. En wat heb je eigenlijk met Brabant? Nou, ik ben geboren in Eindhoven. Daar heb ik tot mijn 18e gewoond. En mijn ouders wonen nog in Brabant. Mijn broer woont in Brabant. Dus ja, het is mijn geboortegrond. En dan staan we nu dus hier. In Brabant. Midden in Brabant? Midden in Brabant. Want jij hebt ook een kunstwerk genomineerd buiten. Nou, dit is pas echt een buitenkunstwerk, ja, hè? Ja. Dit enorme ding. Ja. Ja, ik zag dat op een foto en ik vond het vrij intrigerend. Die enorme lab die het is. En het feit dat het een enorme spiegel is, vond ik fascinerend. Ik geloof dat de kunstenaar zelf ook bedoelde dat het formaat van een film doek heeft, bioscoop, scherm. Nou, kijk, wij zijn daar nu staan de hoofdacteurs. We zijn de hoofdacteurs. Van dit kunstwerk nu. Ja, close-up zitten er niet bij. Maar... Jawel, dan moet je dichterbij. Dan moet je dichterbij gaan staan. Ja, dan heb jij weer gelijk. Ja. God, dat wordt je niet makkelijk gemaakt. Nee, je moet wel van kunst houden. Je moet het echt wel durven opzoeken. Ik dacht ook toen ik het zag, ja? het zit hier ook al een beetje aan, wat een enorm kwetsbaar ding dit is voor vandalisme. Ja, het is niet hufterproof. Nee. Dat is eigenlijk wel jammer. Maar ik geloof dat de bedoeling ook is dat het langzaam zich onttakelt. Zodat de weerspiegeling op de werkelijkheid langzaam vertekent. Mooi. En ja, ik moet zeggen, nou, ik ervoor sta, vind ik het ook echt wel een fascinerend gezicht. Het maakt deel uit van een route, geloof ik. Ja, er zijn hier meerdere kunstwerken. Oh, daar is trouwens ook een bordje. Wacht, kom. Ga kijken wat er staat. Nummer 8 in ieder geval. De Spiegel, Simon Kentgens. Of ik nu wil of niet, het maakt niet uit. Enkel en alleen door het te zijn heb ik een rol. Speel ik dit spel dat ik maar niet begrijp. En als zout in de wonden word ik bedankt voor mijn begrip. Deze is door jou genomineerd, maar waarom niet in Eindhoven? Je komt uit Eindhoven. Ja, er zat daar geen dingen tussen waarvan ik dacht... Wauw. En ik moet verder zeggen dat Eindhoven wel een nieuwe weg is ingeslagen met het benutten van de oude industriële gebouwen en zo. Dat vind ik echt allemaal, gaat het best goed met Eindhoven. Maar ja, ik zag daar niks tussen. Wat is het dan? Wat mist er dan iets aan die werken? Of wat moet een straatkunstwerk doen dan? Nou, voor mij moet het wel heel erg duidelijk met de omgeving samen gaan. Of een, zoals dat dan heet, een dialoog met de omgeving aangaan. En dat vind ik dit heel erg doen. Ja, daar is dit wel bijna het ultieme voorbeeld precies, van. Ja. Precies. Deze is dus door jou genomineerd. Mag ik jou ook vragen om dan deze sticker ergens te bevestigen? Ja. Maar uiteindelijk komt het dus nu aan op de jury. Die gaat nu delibereren en kijken welke 8 finalisten het uiteindelijk gaan worden. En dan kun jij straks gaan kiezen welke van die 8 finalisten die Brabantse Straatkunstprijs 2011 wint. Maar eerst gaan we eens luisteren naar de jury.
De mapjes met genomineerden liggen op tafel, de genodigden komen binnen, Brabant is er klaar voor. Deze week koos een jury bestaande uit burgers, kunstenaars en critici in het BKKC in Tilburg de 8 finalisten van de Straatkunstprijs 2011. Het is wel erg spannend, we hebben 168 inzendingen. We gaan met Tilburg beginnen. En dan de eerste 5 stickers alstublieft. Er zijn een paar favorieten, maar de jury is het lang niet overal over eens. Het heeft iets belerends. Ja, en ik vind de gedachte heel mooi. Ja, ik zeg, kunnen we niet gewoon een duidelijk beeld kiezen? Leuk, niet leuk, mooi, interessant. Welke 8 gaan het worden? Na een intensieve ochtend van kijken, discussiëren, wegleggen en weer terughalen, is het dan toch eindelijk gelukt. Hé, hey, we zijn eruit, hè? Ja. Nou, dan mogen we elkaar feliciteren met een mooi resultaat. En dit zijn ze dan, de finalisten, in willekeurige volgorde. Echt een kenmerkend beeld langs de A16, typerend voor Breda. Ik vind het al fantastisch dat het eigenlijk een omgekeerde bliksemschicht is. Dat hij uit de grond lijkt te komen en de lucht in lijkt te schieten. Dat alleen heeft al punten voor mij. Ik vond het gewoon heel leuk en eigenlijk ook wel belangrijk om iets van toch een soort van guerrilla art, niet geregisseerd door gemeentes, erin te hebben. Wat ik het leuke vind van dat beeld is dat het in je hoofd iets teweeg brengt. Dus dat een heel groot deel van het kunstwerk in je hoofd ontstaat. Ik vind het een beetje een alien in zijn omgeving. En dat heeft wel een beetje alsof het geland is. Ja, dit kunstwerk ken ik als ik bij Omroep Brabant vanuit de kantine kijk. En ik heb ook altijd zin om daar naartoe te gaan. Het heeft iets warms, iets organisch. Je kan erin, je kan er naar luisteren. Dus het heeft voor mij wel wat. Ja, het spiegel vind ik helemaal mooi. Het is iets wat in een landschap staat. En ieder moment verandert het. Ontroerend, omdat hij bijna als kunstenaar ook lijkt te zeggen van, hoe kan ik in deze prachtige natuur een mooier beeld maken dan die natuur zelf? Dus hij maakt letterlijk een reproductie van die omgeving door daar een spiegel in te plaatsen. Between You and Me, dat viel me heel erg op toen ik er langs liep. Het ligt mooi rondom allerlei kunstopleidingen in Tilburg. Je ziet dat kinderen vooral er wat mee gaan doen. Ja, het past echt goed op zijn plek daar. Kunst kan ook speelgoed zijn. En misschien is dit wel heel goed artistiek verantwoord speelgoed. Volgens mij is heel simpel en eenvoudig met heel veel effect. Je moet er langs rijden. En als je dan achterom kijkt, dan is het ineens een heel ander beeld. Dus het is een heel dynamisch beeld. Ik hou van grote beeldhouwwerken als ze me aan het lachen kunnen maken. Omdat de meeste grote beeldhouwwerken willen vooral groot zijn. En deze wil eigenlijk swingen. Je hoort hem. Het heeft een ritmisch geluid. Dat is heel erg prettig. Het trekt meteen aandacht. Het doet wat met water, de natuur. Een kunstwerk waar je niet omheen kan, iedereen kent het ook. Ja, gewoon een mooi werk om naar te kijken en te luisteren. Ik vind Tom Klaassen een van de beste beeldhouwers van Nederland. Hij heeft een hele duidelijke eigen signatuur, een eigen handschrift, een eigen manier van werken. En toch weet hij iedere keer weer net iets te doen met een beest of wat op een beest lijkt. Waardoor het bij mij in ieder geval een glimlach opwekt en ik het toch altijd even wil voelen. Pieter, gefeliciteerd. Dank u wel. Hij zit erbij. Ja. En vanaf nu kun je dus gaan kiezen tussen die 8 finalisten. Want wie gaat uiteindelijk die Brabantse Straatkunstprijs 2011 winnen? Stem dus op straatkunstprijs.nl. En dat kan tot 17 oktober. Dus doe dat. En volgende week zien jullie een portret van de eerste 4 finalisten. Tot dan. Doe ook mee met de Straatkunstprijs. Tot 17 oktober kun jij meebepalen welk kunstwerk de Brabantse Straatkunstprijs wint dit jaar. Ga naar de website om te stemmen of gebruik de gratis Straatkunstprijs Player om met je smartphone mee te doen.